Hallo, welkom deze nieuwe video van mij. Vandaag ga ik naar de première van Bombini Holland 2 en ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat ik wat bekende Nederlanders voor jullie kan interviewen en met hun op de foto kan. Dus doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en klik natuurlijk op dat belletje, want dan mis je niks van mijn video's. Komen jullie mee? Pomu corpo riva meu. Porto dam que feeling. Que feeling good. Porto dam que meaning. Oh my god. Let me put it inside of you. Ik loop nu op de rode loper. Op de gele loper. Oké, ik sta nu binnen en ik heb al wat bekende Nederlanders gespot, namelijk Fred van Leer, Mike de Boer en nog wat andere mensen. En Fred van Leer herkende me nog van april, dus dat was wel heel leuk. En ik ben gelijk met hem op de foto geweest en ik vond het heel erg leuk. En ik weet niet of jullie horen, want hier staat hele harde muziek, dus sorry daarvoor. Ik zit nu in de zaal en op het scherm zijn allemaal Instagram-berichten en ik kwam net voorbij. Helaas is mijn Instagram-bericht weer weg. Maar wat ik net al vertelde, ik weet niet of jullie het goed konden horen, dus ik vertel het even nog een keer. Ik heb bekende Nederlanders gespot, zoals Fred van Leer. En Fred van Leer, die herkende me gewoon nog en van april nog. En het was gewoon... Oh my god. Oh my god. Hectisch met iedereen en al die zalen. We zijn vanmiddag eigenlijk begonnen met allemaal zalen. En ik ben heel erg dankbaar dat jullie de tijd hebben genomen. En echt er mooi uitziet. Dankjewel voor dat jullie de tijd hebben genomen. Om je mooie kleding aan te trekken. En we komen vieren met ons. Ga gewoon genieten van de film. Enjoy. En daarna gaan we met z'n allen naar Natalia. En dan gaan we ook lekker binnen, mevrouw. Dan gaan we met z'n allen naar Natalia. Om 6 uur lopen we daar naartoe. En dan gaan we vieren. We gaan drinken met z'n allen. Als je onder de 18 bent, krijg je gewoon fris. De andere krijgt één drank. Als wij denken dat ze mij komen, dronken gaan worden. Nee, is één drank. En daarna gewoon helemaal los. Schuren. Misschien raakt iemand zwanger. Moeten we dat dan doen? Oh ja. Yes. Eén drank, gewoon joh. Eén. Hoe oud ben je? Wat denk je? Oké, één drankje. En post even na de film, post even hashtag #BombiniHolland2 wat je vindt van de film. Als je het tof vindt, zet heel veel liefde erbij. Als je het niks aan vond, lieg gewoon. En anders heb ik een probleem. Ik ben gewoon de tent en natuurlijk, dan hebben we een probleem met z'n allen. Ik heb wel zin erin. Ja, kom maar lekker binnen, joh. We zijn allemaal... Iedereen, het is zo druk, meneer. Je komt er gewoon bijna niet eens doorheen. We hebben zin in. We hebben mensen vragen aan mij. Als je vragen hebt, gooi eruit. Als je geen vragen hebt, ga ik even. Gooi er niet uit. Ja, die is halal, bro. Die is halal. Het is halal, popcorn. Het is alleen gebakken in varkensvet. Maar voor de rest is het helemaal. Nee. Het is halal. Halal. Hey, ook de film is halal. Oké. We gaan, yes. Is het gratis? Roer, als je die stoelen los kan krijgen, kan je gewoon meenemen. Het is gewoon gratis, alles gratis. Lieve gratis, dames en heren, ik ben hier maar nogmaals heel blij. Ik hoop jullie allemaal zo meteen te zien straks bij Talia. Gaan we een beetje feest vieren, lekker dansen. En nu ga ik nog naar die andere zaal. Oh. Maakt niet uit. Ja, veel plezier met de film, dank dat jullie er zijn. Super veel liefde, dank u wel. Dank je wel, broertje. Dank je wel. Heel veel lach voor jou. De film is nu geweest en er is nog een afterparty, daar gaan we denk ik ook heen, weet ik niet. Maakt niet uit, maar super leuk. En de film was ook super leuk. Dus ja, en ik heb dus Fred van Leer ontmoet. Doe maar weg, we willen dansen. Pak het, laat me zien, let's go. Oké, luister Jordino.
Yes. Het is namelijk zo, wat je vertelt is waar. Andere plannen, bla bla bla, we gaan feesten. Yes. De zaal is zo vol, dus we gaan vandaag gewoon door. Tot 11 uur. We gaan een feestje maken vandaag ook. Hey. Ik wil de Unicum bedanken. Ik wil jou Pino bedanken. Iedereen, een shout-out die heeft gewerkt aan de film Bobini 2. En namens Thalia, eerste drankje. Dus we gaan het doen ook. Is iedereen klaar? Het is nu de volgende ochtend, want ik ben gelijk naar bed gegaan, want het was al best laat en ik moest.
ook de volgende dag naar school toe. Dus ik moet vandaag naar school. En ik vond het heel erg leuk. Ik heb natuurlijk met bekende Nederlanders foto's gemaakt. En bij de afterparty ben ik ook nog geweest. Daar heb ik ook wat bekende Nederlanders gezien. En een foto met wat bekende Nederlanders gemaakt. En dat vond ik echt super leuk. En we hebben deze pet nog gekregen. Toen we binnenkwamen bij tafel stonden allemaal van zulke petten. En daar hebben we er 2 van gekregen. 1 voor mijn moeder, 1 voor mij. Maar ja, dat dus. En ik vond het echt heel erg leuk. Het is echt iets om nooit meer te vergeten. Dus doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en klik op dat belletje. Want dan mis je niks van mijn video's. Tot de volgende keer. Doei!